ik ben Dennis Plast. Ik ben zowel diëtist als moleculair wetenschapper. Ik heb sinds een jaar onderhoud ook een website, kritisch over voeding. Kritischovervoeding.nl, waarin ik stukjes schrijf over gezonde voeding en alles wat daarmee te maken heeft. De komende 10 à 15 minuten ga ik jullie proberen bij te brengen hoe je de populaire berichtgeving van de media kunt doorzien rond gezonde voeding. Ga ik jullie vertellen dat we wel degelijk weten wat een gezond voedingspatroon inhoudt. En werp ik een blik in de toekomst om jullie te laten zien wat we, op de redelijk korte termijn kunnen verwachten met betrekking tot onze gezondheid. Tja, superfoods. Wie heeft er niet iets over gehoord de afgelopen tijd? Het was afgelopen maandagavond nog, werd het nog uitgebreid behandeld in de uitzending van bij Paul en Witteman. Het voedingscentrum stelde dat superfoods niet bestaan, omdat er niet één voedingsmiddel is dat daadwerkelijk alle voedingsstoffen in één keer kan leveren. En verder is volgens de superfoods zijn de claims rond de superfoods zijn wetenschappelijk gezien onvoldoende onderbouwd. En ik ben het eens met deze mening. En ik ben verder van mening dat er over superfoods eigenlijk al min of meer dan genoeg gezegd is de afgelopen tijd. En ik wil je daar nog één ding over meegeven. En dat is het volgende. Paracelsus zei het al in de 16e eeuw, de dosis maakt het vergif. Nou, ons lichaam is continu bezig om een optimale fysiologische toestand te handhaven, de homeostase genaamd. Het lichaam houdt niet van extreme, maar kiest de weg van het midden. Nou, mijn vraag is nu, wat is nu de rol van voor superfoods, wanneer iemand al een gezond voedingspatroon heeft en al alle benodigde voedingsstoffen zelf binnenkrijgt? Het antwoord is geen, want wat moet je met een hele grote dosis vitamine C, wanneer je al voldoende van vitamine C binnenkrijgt, en die grote dosis min of meer een overdosis wordt? Gezondheid is een hype. Je kunt geen krant of webpagina openen, of je wordt met de meest fantastische headlines om de oren geslagen. Zoals een aantal weken terug opeens hardlopen slecht voor de gezondheid. Het zou de levensduur verkorten. Een foutieve interpretatie van wetenschappelijke gegevens. Creatief aan de slag met een leuke kop. En zie daar, je kunt beter je hardloopschoenen weer opbergen in de kast. En binnen de algemeen heersende gezondheidshype zijn er verschillende stromingen. Zo heb je aan de ene kant bijvoorbeeld de veganisten die iedere vorm van dierlijke voeding volledig hebben afgezworen, maar die daarbij wel de kans lopen om een vitamine B12 tekort op te lopen. Ik heb het zelf ook een soort van veganistisch experiment gedaan. Ik heb het zelf ondervonden. Het is geen pretje om een vitamine B12 tekort te hebben. Aan de andere kant heb je ook de mensen die low carb of paleo gaan en die menen dat ze het voedingspatroon van een oermens nabootsen wanneer ze grote lappen vlees naar binnen werken. Afkomstig van een koe die het hele leven gevoed is met mais en die volgespoten zit met de antibiotica. Omdat zijn levensomstandigheden zo slecht zijn. Nou, de werkelijkheid leert dat de mensheid wordt wereldwijd dikker en dikker. En wanneer iemand eenmaal dik is geworden, dan komt die persoon daar niet meer vanaf. In een recente... dus obesitas kan op deze manier beschouwd worden als een ongeneeslijke aandoening binnen de obesogene omgeving die moderne samenlevingen zo kenmerkt, wel te verstaan. Ja, in een recente publicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie werd aangetoond dat in landen waar de fastfoodindustrie ongereguleerd zijn gang kan gaan, dat de consumptie van fastfood een onafhankelijke voorspeller is van de BMI. Ja, zo bezien, wanneer je het gedrag van mensen vanaf een afstandje bekijkt, dan zie je dat binnen die omgeving waarin ze worden blootgesteld aan bewerkte voedingsmiddelen, vol met suiker en vet, dat mensen nog steeds zeer intuïtieve wezens zijn die de verlokkingen van al het calorierijke voedsel gewoon niet kunnen weerstaan. Nou, hoe voorkom je nu dat je door de bomen het bos niet meer ziet? Bewustwording hiervan is natuurlijk een eerste stap. Verder zijn er meerdere criteria die je kunt toepassen om
slechte wetenschap of berichtgeving daaromtrent kunt herkennen. Nou, ik heb deze 12 stappen gereduceerd tot 3 belangrijke punten. Nou, de eerste is, kijk uit voor onnodige polarisatie, oftewel extreem zwart-wit denken. Een goed voorbeeld hiervan is het debat rond de koolhydraten de laatste tijd. Er zijn mensen die low carb gaan, die alle koolhydraten helemaal afgezworen hebben. Maar aan de andere kant zijn er ook groepen die een hogere koolhydraatinname propageren. Nou, dit debat is al decennia gaande. Maar de waarheid ligt waarschijnlijk gewoon heel simpel, gewoon ergens in het midden. Het tweede punt is selectieve presentatie, oftewel het topje van de ijsberg, of het dark side of the moon principe. Wetenschap is een proces van voortschrijdend inzicht, waarop wordt voortgebouwd op eerder opgedane kennis. En je baseren op slechts één studie is in de meeste gevallen gewoon zinloos en misleidend. En zinvolle betekenis kan pas ontleend worden wanneer je alle resultaten tezamenpakt en deze binnen de volledige context interpreteert. En moet dus ook eigenlijk worden overgelaten aan de experts. Een derde en laatste punt is oversimplificatie. Oftewel, pas op voor de gemakzuchtige geest van de mens die liever lui dan moe is. Voeding en ons lichaam zijn ongelooflijk complex. De interactie tussen beide is nog vele malen complexer. En wij gaan vaak voorbij aan de complexiteit van deze processen. En puur omdat we een simpel te begrijpen boodschap verkiezen boven een ingewikkelde. Maar dat neemt uiteraard niet weg dat de onderliggende complexiteit, dat die er nog steeds is. Wat is nu het meest gezonde dieet? En niemand lijkt het te weten, zeker met al die hypes die komen en die gaan. In een interessant reviewartikel dat vorige maand werd gepubliceerd, werden een aantal interessante conclusies getrokken. In de afwezigheid van directe vergelijkingen tussen diëten, worden vanwege commerciële belangen de voordelen van het ene dieet tegenover het andere dieet worden sterk overdreven. En de nadruk wordt daarbij telkens gelegd op de verschillen tussen de diëten, terwijl juist de overeenkomsten belangrijk zijn voor de gezondheid en die vertonen dus juist een grote overlap. Deze verenigbare elementen die kunnen als volgt worden samengevat. Beperkte inname van geraffineerde koolhydraten, suikers, bewerkte voedingsmiddelen in het algemeen en bepaalde typen vet zoals transvet. En eet vooral onbewerkte plantaardige voedingsmiddelen en met of zonder matige consumptie van vlees, gevogelte, vis en ander voedsel uit de zee. En zie daar, je hebt een blauwdruk van een optimaal voedingspatroon. Kan het nog simpeler? Jazeker, want Michael Pollan vatte het eigenlijk samen in één zin. Food, mostly plants, not too much. In een ander recente artikel, ik ben erg up-to-date, ook vorige maand gepubliceerd, poogden ze om uit te zoeken wat de optimale macronutriëntenverhouding is om zo lang mogelijk en zo gezond mogelijk te leven. Nou, ze zetten muizen op 1 van 25 verschillende diëten voor een hele leven lang. En die diëten verschillen allemaal in de hoeveelheid koolhydraten, eiwitten en vetten die ze bevatten. En net zoals in een soortgelijk experiment met vliegen werd aangetoond, dat vooral de eiwit consumptie en de koolhydraatconsumptie de levensduur reguleerden. En dat de inname van een relatief lage hoeveelheid eiwit en veel koolhydraten, dat die de levensduur het langst maakten. Nou, food for thought, wanneer de vliegen de keus werden gelaten, kozen de vliegen voor een dieet met veel eiwit. En dat resulteerde in dat ze vruchtbaar waren en zich goed konden reproduceren. Maar wel ten koste van een lang en gezond leven. In hoeverre je kunt spreken van gezondheid bij vliegen natuurlijk. Steve Jobs zei, I think the biggest innovations of the 21st century will be at the intersection of biology and technology. A new era is beginning. Nou, ieder mens is uniek. En nu het mogelijk is geworden om een uitgebreide analyse te maken van een individu,
is er één ding dat zeker is. En dat is ieder van ons biologisch gezien werkelijk de enige in zijn of haar soort. Individualized medicine is de revolutie die ons te wachten staat. De stroom van biologische en medische data direct naar het individu zal sterk gaan toenemen. En dit wordt de belangrijkste drijvende kracht van de preventieve geneeskunde die we in de toekomst kunnen verwachten. Maar de kosten om het volledige genoom van een mens in kaart te brengen, die waren in 2004 nog $28,8 miljoen. En die zijn in een korte tijd onvoorstelbaar gedaald. De kosten zijn nu nog slechts $1000. En op deze slide zie je dat de blauwe lijn, dat de kosten nog steeds zullen gaan afnemen. En dat van circa 100.000 mensen die er in 2014 zijn gesequenced, dat er in 2020 al 7 miljoen zullen zijn. Nou, de mogelijkheid om de medische essentie van een mens te digitaliseren is voorspeld op basis van multischaal data. Ongeveer zoals Google Maps. Die bestaan uit lagen van data zoals straten, verkeer en satellietbeelden. De lagen waaruit de biologie van mensen bestaat zijn onder andere de sociale omgeving, demografische gegevens, maar ook data van biosensoren, imaging technieken en ook de biologie van de verschillende omics technologieën. Daaraan kan nog één laag worden toegevoegd en dat is het zogenaamde exposoom. En dat is een laag van data over de omgeving waaraan een mens is blootgesteld. Het begrip en kwantificering van iemands fysiologie en interacties met de omgeving zijn cruciaal voor het digitaliseren van een mens. Dat lijkt ver weg, maar dat is het zeker niet, want wie heeft er niet gehoord van de Quantified Self Movement? De ontwikkeling van draagbare biosensoren, zoals je op deze slide ook ziet, dat zijn echt de allernieuwste, zijn flexibele huidstickers die continu monitoren wat er in het lichaam aan de hand is. En die je ongemerkt meedraagt. En ook het gebruik van smartphones hebben dit praktisch toepasbaar gemaakt. De belangrijkste fysiologische gegevens die zijn reeds meetbaar. En daarnaast is het ook mogelijk om omgevingssensoren te koppelen aan smartphones. Zodat bijvoorbeeld blootstelling aan luchtvervuiling of straling en pesticiden op voedsel kan worden gekwantificeerd. Nou, voordat dit toekomstbeeld kan worden verwezenlijkt, is het noodzakelijk dat we beter worden in het omgaan met de gigantische hoeveelheid data die dit allemaal oplevert. En het signaal onderscheiden van de ruis is daarbij de crux van de uitdaging. Nou, uiteraard maakt deze technologische ontwikkeling het ook mogelijk om de interactie tussen de voeding en het menselijk lichaam beter te kunnen bestuderen. En dit is de weg die we moeten gaan om uiteindelijk te kunnen komen tot een geïndividualiseerde en daadwerkelijk ideale voeding. You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the matrix is telling my brain that it's juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. En mijn take-home message is: eet echte voeding, vooral planten, niet te veel. Wees kritisch over voeding, vooral wanneer het om berichtgeving vanuit de media gaat. De toekomst waarin we de beschikking hebben over zelfgecreëerde ideale voeding is nog ver weg. En de weg van het midden is de weg van het lichaam en daarom natuurlijkerwijs ook de weg van het succes en de gezondheid op de lange termijn. Denk bij voeding niet in extreme, maar zie gezonde voeding als een van de middelen om lichaam en geest in een optimale balans te brengen. Dat was het. Dankjewel Dennis, ik ga het van jou overnemen. Dit wordt de toekomst inderdaad, dat we door een poortje lopen en bij de supermarkt en die geeft aan of ik links of rechts moet. Of misschien wel even inscannen thuis voor het beeld en dat mijn boodschappen naar me toe komen. Dat laatste zou ik wel voor pleiten, moet ik heel eerlijk zeggen. Goed, mijn naam is Ellie Kaldenberg. Ik ben ook diëtist, voedingskundige. Wat doe ik normaal in het dagelijks leven? Ik sta heel veel voor groepen mensen zoals jullie in bedrijven. Fit for the job, dat is eigenlijk het werk. Dus ik ga heel veel kijken naar voeding en energielevel. En vanuit dat oogpunt wil ik eigenlijk ook even kijken naar superfoods of brain shakes. Grappig, vanmorgen zag ik ergens. Werd een kookworkshop gegeven en dat was brein eten. Toen dacht ik van, nou weet je, het klinkt niet heel lekker, maar misschien is het wel heel goed. Het zal best zo zijn.
Goed, ik heb 10 minuutjes. Nou, dat is, ik kijk even, kan iemand mijn tijd een beetje bewaken? Want ik neig naar veel te praten. Oké, goed. Ik wil heel even voeding uit het voedingsland halen. Kijk, voeding is mijn vak, dus ik kan de hele dag over voeding praten. Vind ik ook waanzinnig leuk. Maar ik moet wel heel eerlijk toegeven, je kunt waanzinnig gezond eten. Maar rokend, vol stress op de bank liggen met een fles wijn op je buik, bij wijze van spreken, dan gaat het nooit worden. Ja, dus je moet hem altijd wel bij elkaar zijn. Je moet het altijd in perspectief blijven zien. En voeding heeft een relatie, echt een hele belangrijke relatie op energielevel. Ik bedoel, nou, jullie zijn misschien in schaatsen wel niet zo goed als Sven Kramer, maar die eet heus echt wel dingetjes om daar goed tegen aan te gaan. Maar voeding heeft ook invloed op jullie energielevel als je gewoon aan het werk bent. Maar dat heeft slaap bijvoorbeeld ook. Ja, als je heel slecht geslapen hebt, dan zul je ook merken dat je overdag minder alert bent. En grappig is dat voeding ook weer een 1-op-1 relatie met slaap heeft. Ik hoef niemand te vertellen dat wanneer je s'avonds een keer als je heel veel gegeten hebt, etentje, zo een beetje laat op de avond, en je ligt dan 's nachts in bed wakker te wezen, dat je denkt van, nou, dat had wat minder gekund, weet je. En dan slaap je weer slecht, ben je wat minder fit. Nou, en zo hebben eigenlijk al deze factoren hebben te maken met gewoon je functioneren. En ik zoom natuurlijk een klein beetje in op, of eigenlijk zoom helemaal in op voeding. Ja, voeding voor energie. Ik vind dat een heel mooi onderwerp. Weet je, ik maak eigenlijk altijd de vergelijking met een auto. Ik heb een dieselauto. Als ik daar benzine in gooi, ik heb het nooit geprobeerd. Mijn echtgenoot roept altijd, doe het ook alsjeblieft niet. Maar het schijnt dan dat je niet zo heel ver komt, dat je gelijk stilstaat. Wij als mens kunnen wel heel ongelimiteerd de verkeerde dingen naar binnen gooien, zonder dat we eigenlijk al een minuut omvallen. En eigenlijk merk je dat ook wel. Ik weet niet, het is net Pasen geweest. Jullie hebben het vast niet gedaan, maar ik heb wel wat te veel paaseitjes opgegeten. Dat voel je wel aan je lijf. Je wordt daar niet fitter van. Je merkt dat wel. Ik zie nergens een teken van herkenning. Oh, gelukkig. Dit doet mij even goed, zeg maar. Oké. Maar je merkt het wel, hè. Het voelt niet heel lekker. En als je dan weer zo'n paar dagen in je ritme zit en je eet weer normaal, dan voel je wel heel energiek. En jullie merken ook wel, heb je ook af en toe wel eens, dat je ineens zo'n volledige dip krijgt. Dat je denkt, ik moet nu eerst eten. Je wordt heel chagrijnig en je moet eerst eten. En misschien heb je wel kinderen, merk je het ook altijd aan het eind van de dag. Stop er maar wat eten in en dan knappen ze weer op. Nou, dat heeft dus allemaal met voeding te maken. Dus voeding is wel heel belangrijk. Wat is voeding? Is voeding alleen calorieën? Nee, ja, deels calorieën, maar de ene calorie is de andere niet. Voeding is ook best wel een heel lastig onderwerp, omdat het enerzijds heel dicht bij onszelf ligt. En aan de andere kant inderdaad, we eten elke dag en we willen er wat mee. En we weten eigenlijk van onszelf ook best wel waar je wel of niet veel energie van krijgt. Ja, dat weten we ook wel. Ik bedoel, je weet best als je urenlang niks eet en je moet een flinke prestatie leveren, dat best wel eens een beetje hapert. Als jij bijvoorbeeld volledig ochtendmens bent en je moet tot heel laat doorwerken 's avonds, nou, dat vraagt wel wat van je lichaam om daar door te gaan. En voeding kan je daarbij helpen. Maar voeding is ook wel een beetje een doolhof geworden, moet ik je heel eerlijk zeggen. Wat jij net al zei, hè? Wetenschappers spreken elkaar tegen. Moet je nou wel brood eten of moet je nou geen brood eten? Het probleem is een beetje, en dat gaf Dennis ook al aan, iedereen roept wat over voeding. Er staat elke dag wel iets in de krant. En vandaag is broccoli gezond en morgen zijn het de frambozen. En overmorgen is het weer wat anders. En daar word je ook wel een beetje onzeker van. En dat maakt het ook heel erg lastig. En een heel mooi voorbeeld. Onlangs gaf ik een presentatie en toen zei iemand tegen mij, zegt, je moet me nu eens even vertellen wat er gebeurt. Ze zegt van, ik weet dat ik havermout moet eten, want dat is gezond. Dat zegt iedereen. Ik sta 's morgens havermout te koken. Prima, voor mijn kinderen. Drama in huis, mijn kinderen lusten die, ik eigenlijk ook niet. We gooien de goji-bessen in voor het vitamine C, want dat moet er ook in. Knetterduur, zei ze. Ze zegt, en dan uiteindelijk gaat iedereen weg en niemand heeft fatsoenlijk gegeten. En toen ze zat bij mij in de presentatie, wat zit je nu te doen dan? Ze had een heel zakje noten naar binnen te eten. Ja, ze zeggen, ik moet ook nog noten eten, ik ben ook nog te dik, weet je. Dus eigenlijk, ik denk van, nou, dit is wel een heel mooi voorbeeld hoe fout het kan gaan. En ja, die noten zijn hartstikke gezond. En die havermout is prima. Maar als je er niet van houdt, moet je het ook vooral niet eten. Weet je, dan gaat het ook gewoon niet werken. Dus het punt is inderdaad, die hypes over voeding maakt het wel een heel erg lastig. Kijk, en die superfoods ook. Kijk, als je goji bessen lekker vindt, nou, dan eet je ze toch. Als je het kunt betalen, maakt het helemaal niet uit. Maar ik bedoel, of je nou chiazaadjes eet of lijnzaad, weet je, het maakt mij allemaal niet zoveel uit. Dat is het punt helemaal niet.
om goed te presteren, moet je dan echt aan de brain shakes en de superfoods? Want dat is altijd wel de vraag, hè? Weet je, als ik nou heel eerlijk vanuit mezelf, ik wou dat er zoiets bestond. Dat ik denk van, als ik dit nu opdrink, jongen, hoef ik de hele dag nergens meer om te kijken en ga ik waanzinnig presteren. Dan hoop ik ook dat ik het uitgevonden heb. Dan ga ik het jullie allemaal voorschrijven, zeg maar. Maar dan hoef ik weer niet te presenteren. Dan ben ik schat helemaal te rijk. Want dat bestaat er niet. Kijk, wat ik het hele grote voordeel vind van die aandacht rondom voeding, je gaat wel nadenken over voeding. Ja, ik bedoel, als jij 's morgens hele dure goji-besjes gegeten hebt, dan laat je het wel om een gevulde koek bij de koffie te eten. Dan denk je van, ja, weet je, gaan die goji-besjes eigenlijk naar zijn malle moeren. Dus je gaat wel nadenken over voeding. En daar begint eigenlijk je stap naar een gezonder eetpatroon. Dat je eens gewoon gaat nadenken dat het eigenlijk ook anders kan. En ja, om een beetje in deze tijd te blijven, er is eigenlijk niet één voedingsmiddel, als je dat eet, dat je waanzinnig gezond bent en gezond blijft. Heel mooi voorbeeld. Ik kreeg ergens een keer in Japan een blikje en daar paste 23 amandelen in. Echt 23 amandelen, dat was ook echt zo. En die 23 amandelen, dat stond er eigenlijk voor dat je daar voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt die uit noten beschikbaar zijn. Dat je dan precies de goede hoeveelheid had. Nou, wij Nederlanders zijn natuurlijk gewend altijd een hele bak vol die amandelen te eten, maar die 23 waren dus prima. Alleen, met die 23 amandelen, ja, daar zaten die voedingsstoffen in. Maar daar kom je er niet mee, want dan heb je ook nog wel je groente en je fruit nodig en je andere dingetjes ook nodig. Ja, dus nogmaals, met één zwaluw om in deze tijd te blijven, wordt het nog geen zomer. Daar heb je echt meer voor nodig om dat te creëren. Kijk, met één blik naar de tijd. Bijna, dat dacht ik al wel, ja. En dan wordt mij ook heel vaak de vraag gesteld, of eigenlijk de opmerking gegeven, ja, maar alles wat wij nu eten, neem nou een tomaat, neem nou groente, er zit niet meer zoveel voedingsstoffen in als vroeger. Die herkennen we ook wel, hè? Nou, weet je, daar kan ik eigenlijk ook wel gelijk een antwoord op geven. We weten dat helemaal niet zo. Sterker nog, dat is waarschijnlijk helemaal niet zo. We hebben alleen wel één ongelooflijk groot probleem. Want het allergezondste binnen voeding is groente. De aanbeveling is 200 gram. Nou, ik wou dat die vandaag nog naar 300 gram groente ging. Dus die aanbeveling is groente. En zolang wij met onze Nederlandse eetgewoonte nog maar, dat nog maar 5% van de bevolking die hoeveelheid groente binnenkrijgt, ja, dan hoeven we niet te zeuren of er wel of niet voldoende voedingsstoffen in zitten. We eten gewoon te weinig. Weet je, en daar gaat het vaak mis. En als we kijken naar onze voeding, we eten te weinig groente, we eten te weinig fruit en we eten te weinig vezels. Ja, en dan kom ik gelijk weer terug naar groente. Dat zit allemaal in groente. Dus daar, als je nou echt over superfoods hebt, dan ligt dat gewoon bij de groenteman. Of misschien wel in je achtertuin. Heb je slaapplantjes in je achtertuin. En dan hoef je echt niet aan de tarwe drankjes. Wat Dennis net ook al aangaf, wat ongelooflijk belangrijk is, als je kijkt naar voeding en energielevel, het is individueel. Kijk, je ziet hier natuurlijk een prachtig plaatje, maar je kunt je voorstellen dat deze twee mensen andere dingen nodig hebben. Ja, en jij kunt wel bedenken van, hé, mijn buurman is knetterfit op 3 bananen op een dag. Maar als jij niet van bananen houdt, ga je er ook nooit fit van worden, kan ik je vertellen. Ja, het is heel individueel, afhankelijk van je leeftijd, van je postuur, man, vrouw en ook van wat je doet. En vergeet niet dat als jij heel erg in je hoofd bezig bent, op een hoog level inderdaad, van allerlei dingen presteert, heb je kwalitatief een hele goede voeding nodig. En niet in volume. Want ja, al die hersencellen die in topvorm zijn, zeg maar, die verbranden niet heel veel calorieën. Maar dan gaat het met name om de kwaliteit van de voeding. Dus ja, als ik hem nu omdraai, ja, food, ja, is super. Weet je, eten is gewoon een heel belangrijk onderdeel in je leven. En ja, jij gaf net ook al, hè, plantaardig inderdaad, daar sta ik ook volledig achter. Puur, en wat ik vooral vind, is aandacht aan eten. En ik weet zeker, als jullie een maaltijd eten met aandacht, dan krijg je veel meer energie als dat je iets tussen de bedrijven door naar binnen jast achter je computer. Want dan merk je inderdaad wel dat je in een energiedip ligt. Dus voeding is niet zo op zichzelf staand zoals we eigenlijk allemaal wel bedenken. Kijk, mijn tijd zit erop, hè? Ja, precies, dat dacht ik al. Daarom zet ik ook gauw even mijn mailadres. Als je vragen hebt, dan kun je me altijd even mailen of je kunt me volgen op Twitter. Tom, ik geef hem aan jou over.
Hallo allemaal, mijn naam is Tom Helmer. Ik ben geen voedingsdeskundige, wat dan ook. Ik ben gewoon een leek en ik ben ergens aan een experiment begonnen een jaar geleden. En dat is dankzij deze figuur die hier onderaan staat bij de NRC Next. Hij heet Rob Reinhardt en hij is softwareontwikkelaar in de Verenigde Staten, Atlanta. En hij dacht op een gegeven moment, was hij het eigenlijk een beetje zat om al dat vette voedsel in zijn campus te eten. En daar veel geld aan uit te geven en er weinig energie uit te halen. En toen is hij met het concept Soylent gekomen. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je opzoekt wat een mens zoal nodig heeft. Je gaat naar je nationale voedselautoriteit, gezondheidsraad heet dat in Nederland. En die geven dan advies. En dat kun je tegenwoordig allemaal los krijgen en in huis halen. Dat kun je bij elkaar gooien. Dat ben ik ook gaan doen en het bevalt mij tot nu toe in ieder geval hartstikke goed. Ik heb een verhaal geschreven, ik lees het even voor. Maar dan weten jullie, het is leuk dat deze Rob Reinhardt zijn portret achter mij staat. Ik hoorde bijna een jaar geleden voor het eerst over Soylent. Ik vond het echt direct een schitterend, prachtig idee. Ik werk als programmeur bij een theater in Haarlem. En ik ben heel veel op pad om theatervoorstellingen te zien in het land, om te kijken of het iets is voor ons publiek. En op zulke dagen, als je dan 's avonds nog een voorstelling moet zien, dan is eten best wel een opgave. Ik ben de hele dag druk op kantoor en dan moet je bijvoorbeeld vanuit Haarlem om 8:30 in de Rotterdamse Schouwburg zitten. En dan wordt eten zo'n lage prioriteit dat het gewoon echt een last wordt. En dat je eigenlijk zou denken van ik zou helemaal niet willen hoeven eten. En dankzij Soylent kan dat ook. No sweat. Probleem opgelost. Hartstikke fijn is dat. Dat geeft rust en ontspanning. Wat ik al zei, Soylent is een voedingsconcept waarbij je zorgt dat je dus alle macronutriënten en micronutriënten, die woorden zijn al gevallen, bij elkaar gooit. Dus de eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamine, mineralen, alles in de juiste verhouding. En ik zei al, dat doe ik dus nu sinds een jaar ongeveer. Ik denk dat ik ongeveer de helft van mijn calorieën uit goedje haal. En dat bevalt mij zo goed dat ik er echt wel in ben gaan geloven en dat ik nu ook hier durf te staan en te zeggen, mensen, ik doe het. En ook omdat ik gewoon een getuigenis wil afleggen van, ja, misschien is het iets wat de optimale voeding, waar Ellie het net over had, dat ene glas wat je kunt opdrinken, omdat het wel dichterbij brengt. En dat we daar meer tijd over houden voor dingen die we nog waardevoller vinden. Dat geldt niet voor iedereen. Maar sommige mensen die vinden voedsel het meest waardevolle in het leven. Voor deze mensen is Soylent denk ik niet zo geschikt. In de afgelopen 150 jaar is er ongelofelijke ontwikkeling geweest op allerlei terreinen. Maar op het gebied van voedsel is er niets wezenlijks veranderd. We kunnen atoomkernen laten smelten. We kunnen ruimtewandelingen maken. Maar we eten nog steeds koeien, varkens en graszaden. Zoals we al duizenden jaren doen. Niet omdat inmiddels vast is komen te staan dat dit dieet ons de beste samenstelling biedt aan voedingsstoffen, maar omdat koeien en varkens in de prehistorie zo mak waren dat ze zich lieten vangen en houden. Met het eten van graszaden zijn we ook ooit begonnen, omdat we iets in onze maag moesten hebben en ook daar zijn we automatisch mee doorgegaan. William Shakespeare laat zijn Hamlet uitroepen: "O, wat een meesterwerk is de mens, in gestalte een engel en in gedachten een god." Maar als het op voedsel aankomt, is de mens vooral een gewoontedier, een hobbit. Maar is er dan iets mis met dat oeroude dieet van ons, denkt u nu misschien? In principe niet, maar ik denk in onze dagelijkse praktijk wel. Maar meneer Helmer, ons voedsel dat is toch nog nooit zo veilig geweest als nu? Nou, geacht publiek, dat ons voedsel veilig is, dat is toch wel het minste wat je mag verwachten met de huidige stand van de kennis en de techniek. De vraag is wat mij betreft niet of ons voedsel veilig is. De vraag is of ons voedsel en onze voedselvoorziening optimaal zijn. En wie daarover nadenkt, ziet al gauw zwakke plekken. Het is nog steeds een opgave om aan eten te geraken. De Albert Heijn lijkt ons met gemak van dienst te zijn, maar haalt u zich maar eens die zucht van verlichting voor de geest als u thuis komt en uw boodschappentas met vertrouwde producten op uw aanrecht neerzet. Dan zucht u even van zo, dat is gedaan. Boodschappen doen is nog altijd een vermoeiende en vervelende opgave waar we bijna dagelijks aan moeten geloven. En het lijkt verdomd veel op water halen uit een put.
En dan de producten die de supermarkt verkoopt. Ze zitten vol met conserveringsmiddelen en over het algemeen zijn ze te zoet, te vet of te zout. Het effect wat dat heeft op ons lichaam is naar mijn indruk gelukkig niet heel ernstig, althans niet ernstig in de zin van ziekte en dood. Ons lichaam heeft namelijk een fenomenaal incasseringsvermogen en is dus gewoon ruim voldoende weerbaar om daar tegen te kunnen. Maar omdat te veel aan zoet, conserveringsmiddelen, zout en die vetten te verwerken, heeft het lichaam gewoon tijd nodig. We worden gauw moe en prikkelbaar van ons dieet. We hebben gauw de behoefte om uit te rusten. Als we beter zouden eten, dan zouden we ons langer energiek voelen, minder chagrijnig zijn, minder vaak de behoefte voelen om ons terug te trekken. En daar zit dus de zwakte, wat mij betreft, in onze voedselvoorziening en onze voeding. Dat we er veel energie in moeten steken en maar relatief weinig energie uithalen. Enters Soylent. Ik lees nu even een stukje voor van een Soylent gebruiker uit de Verenigde Staten. Die is sinds een paar weken alleen maar Soylent aan het eten is. Hij is nog een beginneling, dus hij is helemaal enthousiast. Hartstikke leuk om te lezen. Maar wat hij schrijft is het volgende. Het is in het Engels. It's already been 2 weeks drinking Soylent as my only food source. While there was a lot to report at week 1, week 2 has just been the opposite. I haven't had any hunger issues. My energy levels had been good and steady. My sleep has been great. Everything is steady as she goes. My daughter did say to me last night, Dad, you're not grumpy anymore at night, now that you are drinking Soylent. I said, are you telling me I used to be grumpy? She said, you sure were. You were tired and you didn't want to be bothered. Now you're full of energy, talkative and really fun. Ik herken dit. Tot een jaar geleden had ik ook regelmatig die moeilijke momenten door een lage energiepeil. Dat ik even moest doorzetten, dat ik het gevoel had dat ik me groot moest houden en naar de rust van het eigen huis verlangde. Maar en volgens mij is dat ook gewoon een volstrekt normale ervaring die ik met heel veel mensen deelde. Maar gelukkig behoort dat bij mij bijna geheel tot het verleden. Soylent geeft me meer ontspanning, rust en aandacht met wie of wat ik ook bezig ben. Nou, als ik het goed gedaan heb, dan bent u nu heel nieuwsgierig naar dan het recept van dat drankje wat ik in elkaar flans. Erg geïnspireerd op wat hij ongeveer voorschrijft, hij en zijn team. Hier komt de onttovering. Het gaat om 245 gram fijngemalen havermout, 132 gram maltodextrine, een soort suiker die iets langzamer in je bloed wordt opgenomen, die heel veel in Unox-soepen zit, et cetera. 60 gram eiwitpoeder, zogenaamde wijproteïne. Vraag maar aan de jongens van de sportschool wat dat precies is. 40 gram olijfolie, 18 gram kaliumgluconaat, 5 gram lecithinegranulaat van de natuurwinkel, snufje zout. En daarbij multivitaminepillen, capsules met visolie en nog meer van die kleine gezellige dingen. En af en toe na het eten een kauwgompje, omdat je ook moet kauwen. Dat stimuleert de hersenen. Nou ja, de meeste ingrediënten zijn in poedervorm. Ik ben zo slordig geweest om het niet mee te nemen. Maar het is gewoon een soort wit poeder. En je doet het in een glas of in een bidon. En je doet wat water bij, een beetje olijfolie schudden of roeren. En dan kun je het drinken. Kan ik nog even? Nog heel even. Ja, ik ben er volgens mij bijna klaar. Nou goed, ik... het bevalt me zo goed dat bijvoorbeeld afgelopen paasweekend heb ik natuurlijk met mijn schoolfamilie heb ik heerlijk rond de paasdis gezeten en lekker gezellig normaal gegeten. Dan geniet je van de smaken en de kleuren en de structuur en natuurlijk van de gezelligheid van het eten met elkaar. Maar de Soylent bevalt me zo goed dat ik toch denk van ja, ik word hier wel een beetje suffer van. Het gaat allemaal wat trager zo en ik moet gewoon straks meer uitrusten. Dat is hoe ik er nu tegenaan kijk. Ik zou graag afsluiten met de vraag of Soylent ook echt gezond is. Maar dat kan ik helaas niet zeggen, want ik ben dus geen voedingsdeskundige. Ik kan alleen zeggen dat het idee is dat als je Soylent maakt, dat je je dan inspant om de wetenschappelijke consensus over wat een mens aan voeding en voedingsstoffen nodig heeft te gebruiken om tot een goede samenstelling te komen. Die informatie is op het internet natuurlijk rijkelijk beschikbaar. Ik heb u net mijn recept gegeven, dat kunt u ook gebruiken.
En ik sla even een stukje over in mijn verhaal voor de mensen die aan het meelezen zijn. Eén laatste alinea. Als je het aan een voedingsgeleerde vraagt, dan antwoorden zij vaak nog dat ze niet weten, dat zij nog niet alles weten over voeding. Met name in die groenten zit het ontzettend veel fytochemicaliën die, waarvan we gewoon de werking nog niet kennen. Dus het is daarom misschien, omdat we het niet weten, niet zo handig om die groenten dan uit je dieet te verbannen. Nou goed, ik ben dus niet een radicale hardliner die 100% op zoiets gaat. Dat heeft ook daarmee te maken. Er zijn er genoeg die het wel doen. Die hebben in ieder geval hun bloedwaardes laten testen. En dat ziet er echt allemaal gewoon heel normaal uit. Dus wat dat betreft goed nieuws van dat front. Maar en als je dus in aanmerking neemt dat ons lichaam buitengewoon weerbaar is en dat je in overweging neemt dat heel veel mensen alleen maar op patat en frikandellen prima de dag doorkomen, denk ik dat Soylent toch nogal een redelijk, in ieder geval veilig genoeg experiment is. En dat het in ieder geval een hele betekenisvolle stap kan zijn om die optimale voeding dichterbij te brengen. Dit was het einde van mijn verhaal. Dank u wel.